Een bezoek aan de mondhygiënist en de tandarts valt tot 18 jaar onder het basispakket. Na die leeftijd moet er een aanvullende verzekering voor worden afgesloten. Een goede mondzorg op jonge leeftijd kan dus kostenbesparend zijn. Op de Tarsiciusschool in Nijmegen krijgen leerlingen daarom vandaag bezoek van de mondhygiënist. Waarbij ze ook tips krijgen voor een goede poetsbeurt. Voor sommige kinderen is een bezoek aan de mondhygiënist een grote uitdaging. Soms een te grote. De Tarsiciusschool voor speciaal onderwijs heeft hiervoor een oplossing bedacht. Laagdrempelige mondzorg op locaties. En voornamelijk in het speciaal onderwijs dan niet iedereen kan goed worden gezien door de tandarts. Omdat ze bijvoorbeeld hun mond niet open kunnen houden of dat ze niet goed in de stoel kunnen zitten. Waardoor de tandarts zelf het werk niet goed kan doen. Dus ik zie wel regelmatig dat leerlingen bijvoorbeeld 5, 6, 7 jaar niet meer naar de tandarts zijn gegaan. Dat er kiezen zijn afgebroken, eigenlijk weggerold, veel pijn in de mond. En dan is op school is toch een veilige omgeving voor de leerlingen. Toch een hele mooie om wel heel even in de mond te kijken en dat ook terug te koppelen aan de ouders. Kinderen worden op school in een vertrouwde omgeving uit de klas gehaald en krijgen poetsles. Bij schoolmondzorg geef ik eigenlijk poetslessen aan de leerlingen. Dus ik kom op school en dan haal ik de leerlingen even uit de klas, kijk ik in de mond, kleur ik de tanden, waarmee ik ook de plak kleur. Daar maken we een foto van, die foto sla ik op in het dossier en stuur ik naar de ouders. En dan gaan we gericht poetslessen geven. Dus eigenlijk gaan we gewoon poetsen op school. Leerling Frankie is niet bang en was tevreden over zijn behandeling. Leuk. Wat heeft hij bij je gedaan? Gecheckt met een spiegel en dan dat soort paarse ding op mij gedaan en kijken als mijn tanden goed waren. Er vindt altijd een schriftelijke terugkoppeling plaats met de ouders. Het contact met de ouders gaat via e-mail of WhatsApp. Het meeste via WhatsApp, want dat vind ik zelf persoonlijk wat makkelijker en ik krijg heel snel reactie ook weer van de ouders. De bevindingen deel ik via de WhatsApp plus de poetsfoto. En een tevreden leerling met goed gepoetste tanden kan dat thuis ook laten zien.